Dag dames en heren. Ook vandaag een dag met alleen maar zonneschijn en hoge temperaturen. Van regen is vooralsnog geen sprake. Niet alleen vandaag, ook de komende dagen staat er vooralsnog geen regen op het programma. Een prachtige zomerdag, dat gaat er wel volgen vandaag. Met volop zonneschijn loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden in het noorden van het land. 28, ach wie weet misschien wel weer 29 graden in de zuidelijke provincies. Daarbij alleen maar zonneschijn, uiteraard droog. En een wind die uit het oosten waait, die is matig, windkracht 4 over het algemeen. Later vandaag bij open water, het IJsselmeer, het Markermeer, de Waddenzee en zelfs langs de westkust kan de wind af en toe wel aantrekken tot vrij krachtig, windkracht 5. Maar met die oostenwind wordt de warme lucht ook aangevoerd tot op de stranden. Dus het is een prima dag om richting het strand te gaan. En als dat vandaag niet lukt, dan zou dat misschien volgende week, begin volgende week, wel kunnen. Want met volop zon en nog steeds een wind uit oostelijke richting wordt het gemiddeld zo'n 25 of 26 graden op maandag en dinsdag. Het verschil in temperatuur neemt in de loop van de week wel toe, omdat de wind wat meer uit een noordelijke richting gaat waaien. Daardoor komen vooral in het noorden van het land soms ook wel wat wolkenvelden opzetten. Dat drukt natuurlijk de temperatuur. Maar in het zuiden is daar weinig van te merken. Daar wordt het dan ook nog zo'n 27 of 28 graden. Maar op de Waddeneilanden wordt het soms moeilijk om de 20 graden te gaan halen. Hoe dan ook, vandaag een zonnige en prachtige zomerdag. Fijne dag!